comandos de local. Terzinho, você tem heel veel wilde honden. Ja. Ja. Die también a veces los chicos están comandos de local. De jongens slapen dus echt in het riool. Je ruikt het hier ook, het is heel sterk, de geur. Je ziet hier door de dieren. Dit is de enige plek waar ze een beetje met rust gelaten worden, omdat de politie het nog te vies vindt om hier razzia's te doen. Ze hebben allebei lijm gesnoven. Je ruikt vooral als je dichterbij komt een ontzettende lijmlucht. En daardoor voelen ze de kou wel iets minder. Ja, hij leest echt een beetje te bibberen nu. Je weet waarom het zo gekomen is. Je weet waarom ze voor de straat kiezen. We zijn in de sloppenwijken van Ayacucho. Hier wonen mensen die van het platteland komen. Die denken een betere toekomst te vinden in de stad. Wat je heel veel ziet, ernstig huiselijk geweld, verwaarlozing. Dus ze zijn veel op straat, moeten ook vaak op straat werken. Het grootste deel van de meisjes slachtoffer zijn van seksueel misbruik. Dan wil je dat natuurlijk wel vergeten. Als je dan op straat een groep tegenkomt die je drugs aanbieden. Ik ben de enige die hun hier bezoekt. Om hem gevoel te blijven geven dat hij een mens is. Dat er iemand om hem geeft, dat hij niet eigenlijk al dood is. Ik denk dat ik een roeping heb. Het voelt gewoon, ik moet dit doen. Ik word gelukkig als ik kinderen gelukkig zie. Ervoor te zorgen dat de kinderen niet stoppen met school. In de sloppenwijken hebben we buitenschoolse opvang, waar kinderen terecht kunnen met hun huiswerk, waar creatieve activiteiten gedaan worden. Op het moment zelf dat een kind besluit, ik wil de straat af, dat wij kansen geven dat hij van straat af kan. Dus dan kan hij in een huis gaan wonen waar wij voor zorgen, of hij kan gaan deelnemen in een van onze vakopleidingen. Als ik nu kijk hoe ik in die stichting zit, dat ik nu zoveel kan geven van mezelf en zoveel van mijn hart kan geven. Ik denk dat dat komt omdat ik zoveel warmte heb zelf gekregen, dat ik nu zoveel warmte kan geven.